Hoi, goedemiddag allemaal. Dag juf Anne en dag jongens en meisjes. Jongens en meisjes, ik ga eventjes een paar praktische dingen afspreken met juf Anne. Het is maar heel kort hoor. Juf Anne, je hebt mijn sms, mijn telefoonnummer gekregen. We gaan een aantal dingen samen doen vandaag. En dan ga ik een aantal dingen vragen aan jullie. En als je dan een antwoord wil geven, dan kan je dat gewoon via de sms sturen. Ik zie dat hier binnenkomen, dus ik kan dat allemaal in de gaten houden. Je moet er rekening mee houden dat er een klein beetje vertraging op zit, zo'n halve minuut ongeveer. Maar het werkt wel allemaal, dus laat gerust iets weten via sms. Als er iets niet werkt, of als het wel werkt, of als jullie enthousiast zijn, of als antwoord op een vraag die ik stel. Oké, jongens en meisjes, goedemiddag. Ik ben Frank, ik ben een tekenaar. Ik teken heel graag, ik teken soms van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dat doe ik hier in mijn tekenruimte. Dat is het voordeel van zo'n online lezing, en dan kan je eens in mijn tekenruimte binnenkijken. En ik maak liefst vooral tekeningen voor printenboeken. En ja, ik heb er ondertussen meer dan 20 gemaakt. Maar ik heb hier twee bij mij liggen die ik jullie eventjes wil tonen. Bijvoorbeeld deze. Boze juffen, blije juffen. Dat boek gaat over boze juffen. Gelukkig zijn er daar heel weinig van. En gaat dit boek eigenlijk vooral over de blije juffen. Want daar zijn er heel veel van. Alle tekeningen die in het boek staan, die heb ik allemaal zelf getekend. Met mijn tablet. Ik heb hier je ziet het misschien, een hele grote tablet staan. Waarmee ik op de computer kan tekenen. En daar maak ik al deze tekeningen mee. Ik zal jullie straks trouwens eens laten zien hoe dat ik tekeningen maak met de tablet. Goed. Oké, de tekst van dit boek heb ik niet zelf geschreven. Die is van Siska Goeminnen. Dat is een schrijfster die hele mooie verhalen schrijft. En ik heb alleen de tekening gemaakt. Dan heb ik hier nog een boek bij me. Warme melk met honing. En alle tekeningen die hierin staan, heb ik ook allemaal zelf getekend. En die ga ik jullie straks via het scherm even laten zien. Dit boek heb ik ook zelf geschreven. Ik ga er straks uit vertellen. Goed. Maar eerst ga ik jullie eens laten zien hoe ik een tekening maak. Hè? Het boek hebben we hier in de klas. Het staat vooraan in de klas. Welk boek eigenlijk? Boze juffen, blije juffen, denk ik. Ja? Oké, ja, dan kennen jullie het al. Hè? Ik vind het een heel leuk verhaal. En ik vond het ook heel leuk om te tekenen. Zeg, dit is mijn pen waarmee ik op de tablet kan tekenen. En ik ga eens een tekening maken. En jullie moeten raden wat ik ga tekenen. Afgesproken? Als jullie het weten, zeg het aan de juf. En de juf kan het naar mij sturen. Hè? Oké, het kan, ja, er zit vertraging op, dus het kan zijn dat ik al een stuk verder in mijn tekening zit voordat jullie antwoord hier is. Hè? Blije juffen, boze juffen zie ik juist. Ja, goed zo. Vonden jullie het een leuk boek? Hebben jullie het zelf ook al gelezen? Ik veronderstel dat juf Anne een blije juf is, dat het vooral over haar gaat. Hè? Ja, straks ga ik een liedje zingen over dat boek. Dus ik ga het nu niet vertellen, je kent het al. Maar ik ga een liedje zingen over dat boek en dan moeten jullie mij meehelpen. En dan gaan we hoera, hoera roepen voor juf Anne. Maar dat is pas voor straks. Eerst ga ik een tekening maken. Kijk, als ik hier teken, dan ga je het op het scherm zien verschijnen als alles goed gaat. En ik ga een tekening maken en jullie moeten raden wat ik ga tekenen. Hè? En ondertussen ga ik jullie een paar trucjes leren. Waarmee dat je het kan laten lijken hoe dat je een goede tekenaar bent. Want ik ga even een geheimje vertellen en daarom heb ik mijzelf even terug wat groter gezet. Ik ben zelf niet zo'n hele goede tekenaar. Ik teken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en heel veel dagen achter elkaar. En daardoor heb ik al heel veel geoefend en lijkt het alsof ik een goede tekenaar ben. Maar er zijn heel veel van mijn collega's die veel beter kunnen tekenen. Als je mij vraagt om iets na te tekenen, dan kan ik dat meestal niet. Dus ik heb allerlei trucjes uitgevonden om het te laten lijken alsof ik een goede tekenaar ben. Aan niemand vertellen, hè. Maar ik ga ze wel aan jullie verklappen. Goed. Oké, ik ga beginnen met mijn tekeningen. Jullie moeten raden, hè. Het is heel enthousiast, of het is enthousiast onthaald, zegt de juf. Dat is fijn om te horen. Ik zal het aan Siska zeggen, aan de schrijfster, die gaat er heel blij mee zijn. Oké, ik ga een tekening maken en jullie moeten raden wat het wordt, hè. Ik heb proberen niet te zwijgen en af en toe al eens een tip te geven, want ja, als ik zo begin te tekenen, dan kruip ik meestal onder mijn steen en dan begin ik te tekenen en dan kan ik niks meer zeggen. Maar ik ga heel hard mijn best doen om toch te blijven babbelen. Allee, ik ga jullie een tip geven. Dit is een dier en het is een heel groot dier.
En waarschijnlijk gaan jullie het nu al weten, welk dier dat dit is. En als je het weet, dan mag je het sturen. Ik zie dat dat ik nu ondertussen nog alleen maar de ogen en de mond getekend heb. Alleen, dat kunnen jullie zien, maar ik zit al verder. En jullie hebben het al geraden, nu al. Dat snel. Een dino. Ja, heel goed. Het is een langnekdino. Nee, geen olifant, juf. Het is een langnekdino. Ja, natuurlijk horen jullie niet dat ik het al heb gezegd. Hè. Het is een langnekdino. Ja, ik ga hier nog twee neusgaten tekenen. Zo. En nog wat stekels op zijn hoofd. Ja, en het eerste trucje wat ik jullie ga leren om het te laten lijken alsof je een goede tekenaar bent, is probeer. Dat is het trucje al meteen. Hè. Probeer niet alles perfect na te tekenen, maar maak jouw eigen tekening. En als je je eigen tekening maakt, maak die dan echt van jezelf. En het maakt niet uit alsof dat die een beetje krom of scheef of slecht getekend is. Maar gebruik vooral je fantasie als je die tekening maakt. Als je je fantasie gebruikt en je verstopt er bijvoorbeeld iets grappigs in, of je doet iets grappigs of iets leuks of iets droevigs met die tekening, dan is iedereen afgeleid door dat grappige, dan moet je daarmee lachen en dan trekt zich niemand daar nog iets van aan dat jouw tekening misschien niet perfect getekend is. En dat doe ik ook en ik ga dat nu ook doen. Kijk, zo'n langnekdino heeft normaal gezien een heel groot lijf. Hè? Wel, dat ga ik niet tekenen. Ik ga hier een heel klein schildpaddenhuisje tekenen waar dat die dino uitkomt. Dus ik gebruik gewoon mijn fantasie. En ik vind dat wel grappig, zo'n dino die in een klein huisje woont. Een schildpaddenhuisje. En als die dino dan ook nog een krulstaart heeft, vind ik nog leuker. En ik ga er zelfs nog wat vleermuisvleugels bij tekenen. Kijk eens, niemand meer die erop let dat deze dino niet perfect getekend is. Zeker niet als die ook nog kippenpootjes krijgt. Kijk eens. En die kippenpootjes die staan zo dat het lijkt alsof die heel hard aan het rennen is. Kijk, ik ga hier een vlekje tekenen. Dat is de schaduw. En zo lijkt het net alsof die net boven de grond zweeft. Alsof die heel hard probeert te vliegen. En nu meteen het volgende trucje. En dat vind ik ook meteen het leukste trucje. Dat vind ik het leukste aan tekenen. Eigenlijk is deze tekening klaar. Dus ik zou nu kunnen stoppen. Maar dat ga ik niet doen. Nee, ik ga allerlei stipjes en streepjes toevoegen aan die tekening. Ook wat er eigenlijk in stipjes en streepjes hoeven te staan. Maar zo ga je zien dat jouw tekening er nog leuker uit gaat zien. Ik ga hier bijvoorbeeld een paar sproetjes tekenen. En dan een streepje onder die neus. En hier ook. Zo. En misschien ook een streepje onder de ogen. Ja, dat is een dino die heel slecht geslapen heeft. Die heeft wallen onder zijn ogen. Hè. Ik ga hier ook nog een... twee tanden aan toevoegen. Dat had ik daar straks ook al kunnen doen. Ik weet niet of dino's vlekken hebben. Sommige wel, denk ik. Hè? Ik ga hier zo allemaal stipjes tekenen. En dan lijkt het net alsof die dino zo allerlei vlekjes heeft. En hier ook zo onderaan de hals. Zo, ik ga hier zo wat stipjes tekenen. Kijk eens, en nu lijkt het net alsof die heel hard aan het rennen is. En je kan er ook nog wat bewegingsstreepjes bij tekenen. Dat zijn zo van die kleine streepjes, waardoor dat het lijkt alsof dat beest aan het bewegen is. Hè? Zo. En nu, dit gaat heel gek lijken, maar ik ga hier zo een paar... Je ziet het misschien niet zo heel goed, maar ik ben nu in de nek van de dino zo hier en daar wat streepjes aan het trekken. En hier ook in het schildpaddenhuisje een paar stipjes zo. En misschien hier nog wat steentjes op de grond, wat stipjes. Misschien nog twee haartjes op zijn neus. Ik weet dat dino's geen haartjes hebben en ook geen sproetjes, maar ik teken ze er toch bij. En zo wordt die tekening natuurlijk een pak leuker. Nu moet je je eens voorstellen dat ik die stipjes en die streepjes er niet bij had gezet. Dan zou die tekening veel saaier zijn. Ja, dan moet je zelf eens proberen als je straks zelf gaat tekenen. Hè. Deze tekening van die schildpad, dino of ik weet niet hoe dat je het noemt. Verzinnen jullie maar een naam. Die ga ik straks naar juf Ant sturen. En dan kunnen jullie er in de klas nog mee aan de slag. Misschien niet meer vandaag, maar dan morgen of zo. Of thuis, hè. Zal ik er nog eentje maken? Gaan jullie weer raden? Oké, goed hè. Ik weet niet wat jullie geantwoord hebben, maar ik ga ervan uit dat jullie dat wel oké vinden. Dus ik ga gewoon lekker verder. Oké. Ik zal verklappen dat dit ook weer een dier is. En het is een heel groot dier. Weer al.
Ze zijn heel... Heel, zeg ik. Ze zijn erg enthousiast, zegt juf Anne. Dus ja, oké, dat is goed. Dan ga ik gewoon lekker verder tekenen, hè. Ik ben benieuwd of jullie dat kunnen raden. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat jullie heel snel gaan raden wat dit is. Ik zie dat ik nu het onderste stukje aan het tekenen ben. Ja, dan gaan jullie het dadelijk wel weten. Hè? Walvis? Nee, het is geen walvis. Het lijkt wel zo, hè? Maar dit dier heeft hele grote oren. Olifant. Heel goed, ja. Het is een olifant. Zo. Ik ga één heel groot oor tekenen hier. Zo. En dan ga ik jullie meteen nog een trucje leren. Ja, als je niet zo goed kan tekenen, kan je ook niet goed in 3D tekenen. Dat wil zeggen dat je zo alles van alle kanten kan tekenen. Dus daar heb ik ook een trucje voor. Je kan het laten lijken alsof je 3D kan tekenen. Kijk, hier zit een oor. Ik heb de olifant van opzij getekend. Dus je ziet dit oor, maar dit oor zie je niet. Nu, dat is zo'n groot oor dat je er wel een stukje van kan laten zien. En dat teken je door gewoon er van boven nog een lijntje bij te tekenen. En dan lijkt het net alsof daar nog een oor achterin zit. Nog een trucje. Als je ogen tekent, maak die ogen groot genoeg en zo lijkt het figuurtje wat dat je tekent veel schattiger. En als dat schattiger is, gaan mensen het veel leuker vinden. Ik ga ook in dat oog een stipje tekenen. En dat stipje dat teken ik zo dat het lijkt alsof dat figuurtje naar jou kijkt. Je moet niet altijd naar jou kijken. Je mag ook, als je een tweede figuurtje tekent, mag die naar dat andere figuurtje kijken. En dat vinden mensen ook altijd heel leuk als ze een tekening zien. Ik ga er ook wenkbrauwen bij tekenen. Ik weet dat een olifant geen wenkbrauwen heeft, maar als je er wenkbrauwen bij tekent, gaat die ook weer schattiger uitzien. Oké, ik ga er wangen bij tekenen. De slagtanden ga ik niet tekenen, want dat vind ik eigenlijk heel moeilijk om te tekenen, zo'n slagtanden. Ik weet nooit juist waar dat die gaan staan. En dan staan die zo in de weg van de mond en dan zie je niet meer dat die olifant aan het lachen is en zo. Dus dat teken ik gewoon niet. Kijk, ik kan het al niet laten om hier al wat streepjes te trekken. Ik ga mijn fantasie gebruiken ook. Ik ga deze olifant een bolhoedje opzetten. Zo. Ik ga mijn fantasie nog meer gebruiken. In plaats van een heel groot, dik lijf te tekenen, teken ik iets anders. Kijk, die heeft een hele dunne nek. En die heeft hier zo veertjes onderaan zijn nek. Wat zou dat zijn? Kijk eens. Deze olifant heeft een eendenlijf. Met vleugels. En een eendenstaart. En om het nog gekker te maken, hè. Ga ik hier geen eendenpootjes ondertekenen? Nee, ik ga hier toch olifantenpoten ondertekenen. Maar zo van die hele grote, dikke olifantenpoten. Kijk eens. Zo. En dan kan je ook meteen weer dat 3D-trucje toepassen. Hè? Want ik ga geen vier poten tekenen, maar wel twee. Dus daar zit eigenlijk nog een poot achterin, waar dat je maar een stukje van ziet. Dus ik teken een klein stukje van die achterste poot. Zo. En onderaan die poten, ja, dat heb je gezien, teken ik zo'n streepje, zodat het net lijkt alsof die op de grond staat. Oké, en dan de nagels aan de poten. Zo. En nu het leukste, stipjes en streepjes. Twee streepjes hier voor de knieën van de olifant. En nog wat stipjes hier aan de poten. Ik ga hier ook wat vlekjes tekenen. Olifanten hebben geen vlekjes, dat weet ik wel. Maar het is mijn tekening en als ik zin heb om daar vlekjes te tekenen, dan teken ik daar vlekjes. Ziezo. En misschien hier nog wat streepjes aan de poten. Zo. Ah ja, ik ga hier ook wat streepjes trekken op de vleugels en op het lijf. Dan lijkt het net alsof daar allemaal veertjes aan zitten. En natuurlijk nog wat steentjes hier beneden. Zo. Een paar dikke stenen, een paar dunne stenen. Misschien wat gras hier en daar. Kijk eens, als je die stipjes en die streepjes tekent, wordt je tekening meteen veel leuker. Nog een paar bewegingsstreepjes. Dat zijn zo kleine streepjes die je er rondom tekent op plekken waar dat hij aan bewegen is. Zoals bijvoorbeeld zijn lange slurf. Hè. Ziezo. Deze tekening ga ik ook straks naar de juf sturen. En dan kunnen jullie die nog in de klas nog eens herbekijken. Hè. Zo, jongens en meisjes.
Ik zou heel graag vertellen uit warme melk met honing. Ja. En ik ga jullie de tekeningen allemaal laten zien op het scherm. Dan kunnen jullie goed meekijken. En ja, dat boek heb ik zelf geschreven. Dat gaat over kleine beer en grote beer. En eigenlijk gaat dat boek over mijzelf. Ja. Ik ben niet grote beer. Ik ben kleine beer. Ja. En grote beer, dat was mijn papa. Ja, mijn papa is een paar jaar geleden helemaal opeens doodgegaan. En mijn papa was mijn grote beer. En ja, ik was de kleine beer. En ik was heel verdrietig omdat mijn papa was doodgegaan. Dat is heel logisch, hè. En na een paar maanden was ik nog steeds verdrietig. En na een jaar was ik ook nog altijd verdrietig. En ja, nu ben ik soms nog verdrietig als ik aan mijn papa denk. En eigenlijk is dat heel normaal. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat dat niet normaal is. Er zijn ook mensen die dan tegen jou zeggen van ja, maar je hoeft niet meer verdrietig te zijn en dat gaat wel voorbij en zo. Maar jawel, ik was wel verdrietig en ik ben nu soms nog verdrietig. En eigenlijk is dat heel normaal dat ik verdrietig ben als je iemand mist. Dat is toch heel normaal? Dat is net hetzelfde als dat je met je dikke teen tegen de tafel loopt en dat iemand tegen jou zegt, je hoeft geen pijn te hebben. Heb maar geen pijn, je moet niet wenen. Dat doet geen pijn. Potverdikker, dat doet wel pijn als je met je dikke teen tegen tafel loopt. Dat doet wel pijn en dan mag je wel even wenen en dan mag je er wel verdrietig van zijn. En als je iemand mist, dan mag je diegene missen. Dat is heel normaal. En ik dacht, ik ga daar een boekje over maken. En ik ga het vertellen en dan weet je meteen hoe dat er in elkaar zit. Hè? Met kleine beer en grote beer. Wisten jullie trouwens dat beren heel graag warme melk met honing drinken? Nee? Of ja, misschien wel. Ik kan niet zien wat dat jullie aan het zeggen zijn. Hè. Ja, beren lusten heel graag warme melk met honing. Wisten jullie ook dat beren, ja dat wisten jullie wel denk ik, dat beren heel graag slapen? Wel, in de winter gaan die slapen en dan slapen die de hele winter door totdat het terug lente wordt. Ja. Ja, dat is de winterslaap, dat wisten jullie. Hè. Kleine beer en grote beer, die gaan ook in winterslaap. Ja. Oh kijk, ik heb hier nog een tekeningetje in gemaakt. Ja. Je ziet het misschien. Ah, hier, kijk. Ja. Ik had dit boek eigenlijk... ik had er een tekening in gemaakt voor iemand die dat boek had gekocht. En die had per ongeluk een tweede boek gekocht. En ja, toen had ik dat tekeningetje er al in gezet. En ik dacht, ja, ik ga dat zelf bewaren. Oké. Ik ga jullie de tekeningen laten zien, hè. Zo, kijk. Warme melk met honing. Zeg, een kleine beer en grote beer, die gaan dus in winterslaap. Maar die vieren eerst nog een feestje. Ja, want grote beer, die is jarig. En kleine beer heeft een feestje georganiseerd samen met een aantal vrienden uit het bos. Ze hebben die zetel van beer heel mooi versierd van grote beer. En lampionnetjes gehangen en zo. Ze hebben ook een lekkere taart gebakken. Kleine beer heeft een vlagje geknutseld om bovenop die taart te zitten. Met een afbeelding van grote beer. Met zijn kroontje op. En ze hebben ook een heel leuk cadeau gekocht. Ze hebben een melkkannetje en heel veel melkbekers gekocht. Dan kunnen ze samen, als de winterslaap voorbij is, allemaal samen warme melk met honing drinken. Ja, de winterslaap, hè. Ze kunnen het niet te laat maken, want een grote beer is moe. Die is ook al wat ouder. Dus ze gaan het niet te laat maken en ze gaan lekker gaan slapen. Kleine beer helpt grote beer nog eventjes om die mooie troon naar huis terug naar huis te brengen. Grote beer, ja, die kan dat niet, want die heeft een wandelstok, die loopt een beetje moeilijk, maar hij draagt wel het cadeautje met het melkkannetje en al die melkbekers. Ik hoop wel dat hij eraan denkt om dat cadeautje binnen te zetten, want grote beer is nogal vergeetachtig soms. Oké. Dat zal ik eens beginnen vertellen, hè. Kleine beer en grote beer drinken samen een kop warme melk met honing. En straks beginnen ze dan hun winterslaap. Oh, zegt kleine beer, weet je wat ik wil doen allemaal als we terug wakker worden in de lente? Ja, ik heb heel veel plannetjes. Wat wil je dan doen? Vraagt grote beer. Ja, ik wil spelletjes spelen. Heel veel spelletjes spelen en jij moet mij laten winnen. Dat vind ik het leukste. Maar ja, leuk, zeker, zegt grote beer. Oh, en ik wil heel veel pannenkoeken bakken, zo'n hele grote stapel. Pannenkoeken met choco en pannenkoeken met honing. En oh, pannenkoeken met choco en honing. Lekker, zegt grote beer, dat zie ik wel zitten. En dan ga ik een liedje spelen voor jou, grote beer. En jij mag zingen,
Maar ik kan niet zo goed zingen. Maar ik hou wel van jouw liedjes, zegt Grote Beer. Oh, en dan wil ik eindelijk die grote nieuwe boom uitbouwen. Ja, daar heb ik zin in. Goed idee, zegt Grote Beer. Ja. Ja, ze hebben zo'n kleine boom uitgebouwd en daar staan ze op, dat zie je. Hè? Maar ze willen nu eigenlijk een hele grote boom uitbouwen, zodat de hele boom vol met boomhut staat. Ja, is echt wel een grote boomhut. Hè? En natuurlijk drinken we ook volgend jaar elke avond een beker warme melk met honing. En dan eten we er een koekje bij. Of twee, of vijf, of tien, of elf. Nee, elf is te veel. 10 koekjes. Tuurlijk. Gezellig, zegt Grote Beer, maar... Kleine Beer. Ik ben heel erg moe. Laten we gaan slapen. Oké. Slaap wel, Grote Beer, zegt Kleine Beer. Slaap wel, Kleine Beer, zegt Grote Beer. Zeg, en jullie hebben het misschien gezien, maar Grote Beer is dat cadeautje vergeten binnen te zitten. Hij heeft het buiten laten staan. En het wordt winter, als dat maar goed komt. Ja, het wordt zelfs een lange, koude en donkere winter en er vallen heel veel blaadjes op en takjes en het sneeuwt erop. En op den duur zie je dat cadeautje zelfs niet meer liggen. Ik hoop wel dat ze het cadeautje snel terugvinden. Ja. Zeg, en als de dagen eindelijk weer warmer worden, wordt Kleine Beer wakker. En in een wip staat hij naast het bed van Grote Beer met zijn hoofd vol met plannen. Weet je nog wat hij wilde doen? Hij wilde spelletjes spelen, pannenkoeken bakken, bomen te bouwen, muziek maken enzovoort. Ja, met dat hoofd vol plannen staat hij naast het bed van Grote Beer. Maar wat is dat? Dat is wat raar. Iedereen is er, alleen Grote Beer is er niet. Kleine Beer mist Grote Beer. Zijn vrienden zijn er wel, maar die ziet hij niet. Nee. Ja, ze willen zelfs muziek met hem maken, een liedje zingen. Maar daar heeft Kleine Beer echt niet veel zin in. Nee, hij zit de hele tijd aan Grote Beer te denken. Zijn vrienden willen ook wel een spelletje met hem spelen. Ze willen hem zelfs laten winnen. Maar daar heeft hij ook geen zin in. Kleine Beer is verdrietig. Zo verdrietig dat zijn buik er pijn van doet. Hij gaat op zijn rug op het kleine boomhutje liggen en hij komt er niet meer vanaf. Ja, juf Anne, misschien moet je de kinderen eventjes helpen om te tonen waar dat kleine beer ligt. Die ligt op het dakje. Maar de vrienden, die blijven gelukkig bij hem in de buurt. Ja. En ze doen heel hard hun best om hem weer blij te maken. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat ze plannetjes aan het maken zijn. Waarom zouden ze plannetjes aan het maken zijn? Wel, zij gaan speciaal voor Grote Beer, voor Kleine Beer en ook een beetje voor Grote Beer, die grote nieuwe boom uitbouwen. En in de lente beginnen ze eraan. Ze hijsen allerlei materiaal in de boom en ze zagen hier en daar al een takje af. En af en toe kijken ze eens naar Kleine Beer of hij al blij is. Maar dan zien ze hem daar, ja juf Anne, misschien moet je nog eens even helpen, daar beneden op het kleine dakje, daar ligt Kleine Beer nog steeds. Wijs het misschien maar eens. Wow, misschien zien jullie het zo ook. Ja, Kleine Beer die ligt daar nog altijd, maar nu niet meer op zijn rug, maar op zijn buik. Hij is nog steeds verdrietig. Maar de vrienden werken gewoon door. En in de zomer hebben ze al een heel stuk gebouwd van die grote boomhut. Ja. Maar ze hijsen nog meer materiaal erin, want die boomhut moet nog groter worden. En af en toe kijken ze eens of Kleine Beer al wat blij is. Ja, hij heeft zijn ogen wel al open, maar echt blij ziet hij er nog niet uit, want hij ligt daar nog steeds op dat dakje. Tegen het einde van de zomer is die boomhut bijna klaar. En er moet nog een likje verf aan en hier en daar nog wat plankjes bijgetimmerd. Maar Kleine Beer is nog altijd verdrietig. Hij zit nog altijd op het dakje, maar ja, hij zit wel al recht en hij kijkt af en toe. Ja. En af en toe lukt het wel. Dan glimlacht Kleine Beer. En dan doen zijn vrienden nog meer hun best. En op een dag staat hij zelfs op het dakje van de boomhut die helemaal klaar is, die ze voor hem gebouwd hebben. En hij zet daar de wandelstok, de oude wandelstok van Grote Beer bovenop. En het vlagje, weet je nog, het vlagje wat hij geknutseld had voor de verjaardagstaart van Grote Beer. Ja, dat hangt nu te flapperen op die nieuwe grote boomhut. Ja. En zijn vrienden doen nog meer hun best. En dan, op een dag, het is bijna weer winter. Ja. Dan is het vrolijke beertje terug. Ja. Hij denkt, ik wilde ook nog pannenkoeken bakken. Met choco en met honing en met choco en honing. Ik ga die voor mijn vrienden bakken. En hij bakt een hele stapel pannenkoeken. En de stapel pannenkoeken die je daar ziet staan,
die is nog lang niet klaar. Nee, hij bakt er nog veel meer. Hij bakt er zoveel dat hij ze bijna niet gedragen krijgt als hij ermee naar zijn vrienden loopt. Maar wat hij niet ziet, je ziet het wel al, denk ik, hè? Dat cadeautje staat daar nog steeds. En hij ziet dat niet, want er hangen allemaal blaadjes op en zo. Natuurlijk struikelt hij over dat cadeautje. En al die pannenkoeken vallen op de grond. Ja, die kunnen ze niet meer opeten. Maar wat veel erger is, alles vliegt uit dat cadeautje. Dus al die melkbekers en dat melkkannetje vliegt er ook uit. En natuurlijk, dat valt wel kapot. Ja, en als er zoiets fout gaat, dan mist hij grote beer meer dan ooit. Ja, dan is hij echt verdrietig en zelfs een beetje kwaad. Maar gelukkig zijn dus zijn vrienden er nog altijd. Om hem wat te troosten, om hem gerust te stellen, om al die pannenkoeken op te ruimen en om die bekers en het melkkannetje te lijmen. Ja, die pannenkoekjes kunnen ze niet meer opeten, maar daar zijn de vogeltjes wel blij mee. En wat ze ook doen, en dat vind ik echt heel lief, is dat ze, omdat ze geen pannenkoekjes meer kunnen eten, gaan ze een hele grote ketel warme melk met honing maken. En wat ik nog liever vind, is dat die vrienden dat helemaal niet erg vinden, dat grote beer of kleine beer verdrietig is. Die vinden dat heel normaal. Ja. Dan gaan ze samen met kleine beer denken aan die lieve grote beer. En verhalen vertellen en mopjes vertellen die grote beer vertelde. En dan drinken ze samen een beker warme melk met honing. En dan eten ze heel veel koekjes. Ieder krijgt wel 10 koekjes. Ja. Dus niet 10 voor allemaal. Nee, iedereen krijgt er 10. En de vogeltjes, kijk even wijzen, die zitten hier. Zie je de stapel pannenkoeken? Die is al een stuk kleiner geworden. Hè? Ja, de vogeltjes eten de pannenkoeken op. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat er wel een paar vogeltjes zijn die buikpijn hebben, want die hebben veel te veel pannenkoeken gegeten. En als de vrienden dan naar huis gaan, dan denkt kleine beer, nu ga ik een liedje spelen. Speciaal voor grote beer. Zij gaat in het donkere bos, waar dat hij uitzicht heeft over het sterrenbeeld, de grote beer. En daar gaat hij een liedje spelen, voor dat sterrenbeeld. Ja, dat is ook een sterrenbeeld, kleine beer. Maar hij speelt het voor sterrenbeeld, grote beer. Ja. En dan heeft hij toch het gevoel dat hij bij die lieve grote beer is. Zo. Ja, ik weet het. Het is een beetje een triestig verhaal, hè. Ja. Maar dat is niet zo erg, hè. Dat is heel normaal dat je af en toe eens een triestig verhaal leest ook. Hè. Het leven is niet altijd helemaal vrolijk. Ja, zeker als je dit boek leest. Kijk eens hier. Boze juffen, blije juffen. Nee, dat ken je al, hè. Nee. Je zou denken, boze juffen, dat is echt wel een triestig boek. Nee, maar het gaat vooral over de blije juffen. Zullen we eens iets leukers doen? Iets vrolijker nu? Ja? Ik ga een liedje zingen voor jullie. Het blije boze juffenlied. Maar ik heb een beetje hulp nodig. Bij het refrein van dat lied zing ik van leven onze blije juf en dan moet er iemand hoera roepen. Ik stel voor dat jullie hoera roepen. 2 keer dan, telkens. Zo luid mogelijk, speciaal voor juf Anne. Afgesproken? Zullen we eens oefenen? Ik tel tot 3 en dan zing ik een stukje en dan zingen jullie hoera hoera. Afgesproken? Daar gaan we, hè. 1, 2, 3. Leven onze blije juf. Hoera! Hoera! Is dat gelukt? Ja? Juffrouw, zijn ze luid genoeg? Want ja, je verdient wel een hele luide hoera, denk ik. Hè? Ja? Oké. Ik ga mijn gitaar erbij pakken. En dan gaan we eraan beginnen. Mijn water is bijna op. Een slokje drinken. Dan kunnen we er tegen. Zo. Dus jullie moeten 2 keer hoera roepen. Hè? Alleen bij het refrein telkens. Hè? Ja, dus 2 keer en dan nog eens 2 keer en nog eens 2 keer en nog eens 2 keer. En ja, je gaat het wel merken. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oei. Ik moet mijn gitaar andersom houden natuurlijk, anders kan ik niet spelen. 1, 2, 3. Au. Dat was een beetje te hard. Ik moet mijn gitaar zo houden, hè? Anders gaat het niet. Wacht, ik hoor er berichtjes binnenkomen. Hier zijn ze nog niet mee met de opdracht. Hebben jullie het niet goed begrepen? Wacht, ik zal het nog eens doen, hè. Ik tel tot 3 en dan zing ik een stukje uit het liedje en dat gaat zo van tijd nu voor een blije juf. Hoera! Hoera! En die hoera, hoera moeten jullie zo luid als jullie kunnen roepen. Oké? Okay? En dan zing ik een blije juf een heel jaar lang. Hoera! Hoera! Ja, daar komt de blije juf. Hoera! Hoera! En die hoera, hoera moeten jullie altijd roepen.
Zo, juf Anne, ik denk dat het nu wel duidelijk was, hè? Goed? Oké. Okay. En als het in het begin niet zo luid gaat, ja, dan gaat het op het einde wel wat luider, hè? Zitten op je stoel. Zelfs al dragen ze een bril, ze zien niet wat je zo graag wil. Wat je dromen fantaseert en wat je allemaal heel graag leeft. Wie is jouw meester of jouw juf? Ben je blij of bang een heel jaar lang? Boze juf een beetje suf, een blije juf die geeft een knuf. Tijd nu voor een blije juf. Zijn jullie klaar voor het refrein? Tijd nu voor een blije juf. Hoera, hoera. Een blije juf een heel jaar lang. Hoera, hoera. Ja, daar komt een blije juf. Hoera, hoera. Nooit meer boos en nooit meer bang. En strooien lof. Wie zich zegt, jij kan het wel. En je zit meteen goed in je vel. Blije juffen knuffelen graag. En ze antwoorden op elke vraag. Ze geven massa's windjes door. Even voor de duidelijkheid, hè. Ik zing, ze geven massa's weetjes door. Geen zweetjes, hè. Oké. Okay. En zeker geen scheetjes. Goed. Weetjes, hè. Ze geven massa's weetjes door. Want ja, ze lezen boeken voor. Klaar voor het refrein? Leven onze blije juf. Hoera, hoera. Ze schreef voor mij en ook voor jou. Hoera. Onze blije juf, hoera, hoera. Onze juf is cool en wauw. Hoera, hoera. Zet je schap en hou je klaar. Hoera, hoera. Wie zal het zijn voor volgend jaar? Ja, hoera, hoera, dat is nog af te wachten, hè. Wie zal het zijn voor volgend jaar? De boze juf is blij zo waar, hoera, hoera, ja. Dat is ook nog af te wachten, als de boze juf blij is. En is dat nu de meester daar, hoera, hoera. Ja, dat is ook af te wachten, hè. De meester kan ook blij of boos zijn, hè. Ja. Tijd nu voor een blije juf, hoera, hoera. Leven onze blij. Ziezo. Oké. Okay. Even een slokje water, hè. Ja. Even de keel smeren. Zo, juf, ik hoop dat ze goed voor jou gezongen hebben. Zeg,
Ik denk dat het tijd is dat we samen eens een paar tekeningen gaan maken. Ik stel voor dat jullie eens nadenken wat jullie heel graag zouden willen tekenen. Dat kan van alles zijn, hè. Een walvis, een dolfijn, een lieve heersbeestje, een spin, een eenhoorn, een dino, een draak, een auto, kies maar, hè. Maakt echt niet uit. Laat het mij weten, via sms, juf, wat dat de kinderen graag zouden willen tekenen. En dan ga ik het heel goed gezongen. Dankjewel, dankjewel. Of hebben jullie goed gezongen? Ja. Nee, denk eens na wat jullie graag zouden willen tekenen en dan gaan we dat dadelijk tekenen. Dus denk erover na en leg ondertussen misschien ook al papier en potlood klaar. En geef mij een seintje als jullie klaar zitten terug. Goed? Ik ga even mijn flesje water bijvullen en dan kom ik zo dadelijk bij jullie terug. En dan ben ik benieuwd wat jullie bedacht hebben. Hè? Goed? Denk er eens over na, leg alles klaar. Ik ben zo terug, hè? Goed? Tot zo! Allemaal goed gezongen, zegt de juf. Ja, dat is misschien wel waar. Ik heb jullie niet horen zingen. Hè. Ik heb een flesje water bijgevuld. Zo, en als jullie klaar zijn, geef jullie maar een seintje. Ik zal ondertussen nog voor een wachtmuziekje zorgen. Hè. Goed. Vraagt, mogen ze al tekenen? Nee, we gaan samen tekenen. Goed, laat mij weten wat jullie willen leren tekenen. En dan ga ik dat voortekenen en dan mogen jullie dat natekenen. Oké? Dus wacht nog even met zelf te tekenen, hè, totdat ik weet wat jullie willen leren tekenen. En dan ga ik het langzaam voordoen, oké? Pokémon. Ja, oei. Ik heb daar straks gezegd dat ik een hele slechte tekenaar ben. En ik vrees als ik zo echte bestaande dingen ga moeten natekenen, dat jullie heel erg teleurgesteld gaan zijn. Dus bedenk misschien zo wat dingetjes die je graag zou willen leren tekenen, die wat algemener zijn, zoals bijvoorbeeld een kat of een hond of een auto of zo, maar zo niet echt figuren. Goed? Sorry. Ja, maar ik wil jullie niet teleurstellen, hè. Thank you.
ja, dat is al een goeie. Maar stuur nog maar wat dingetjes door, hè. Ja, dan kan ik kiezen. Denk nog even na, stuur mij maar een stuk of 3-4 dingen door. En dan kijken we wat we kunnen tekenen nog, hè. Goed? Is ook wel leuk, hè? Ja, blijf maar even doorsturen. Ik ga gewoon verder. Allee, ik ga al beginnen tekenen. Goed. Een eenhoorn. Ja, dat is ook een leuke, hè? Oké. Goed. Ik ga het olifantje eventjes weghalen. Wat we daar straks getekend hadden, hè? En ik ga jullie laten meekijken. Zo. Hier is die gekke olifant weer. Die ga ik ook naar de juf sturen straks, hè? En ik hoor de ideetjes binnenstromen. Heel goed. Een hond is ook leuk. Ik ga beginnen met de hond. Ja, goed. Oké, pak maar allemaal uw potlood en uw papier, of uw pen en uw papier. Ik ga wel eventjes zeggen dat ik natuurlijk niet kan zien hoe ver dat jullie zitten in die tekening. Dus het kan zijn dat ik soms wat te snel ga. Als het te snel gaat, leg dan gewoon je potlood of je pen neer en kijk gewoon rustig naar de video. En de link... Een kat nog? Ja, nu mogen jullie stoppen, want dan krijgen we allemaal niet meer getekend. Hè. Nu zijn er te veel antwoorden, maar dat is niet erg hoor. Ik kies er wel een paar leuke uit. Ja, de link van de video, juf Anne, die jullie nu aan het bekijken zijn. Die link die kan je ook naar de ouders doorsturen. En dan kunnen de kinderen straks thuis deze video gewoon herbekijken. En als je dan je papier en je potlood neemt, dan kan je rust op pauze drukken. En dan kan je op je gemakje, op je eigen tempo meetekenen. Goed, dus niet verdrietig zijn als je niet kan volgen. Helemaal niet erg, je kan dat straks thuis of misschien morgen of zo in de klas nog eens opnieuw doen. Oké, goed. Kijk, ik zie dat de batterij van mijn toetsenbord plat is. Dus ik ga eventjes het kabeltje hier insteken. Want anders kan ik niet tekenen zonder toetsenbord. Oké, ik ga beginnen met de hond. Hè. Dus kijk, ik begin redelijk van boven. Ik ga ook weer mijn fantasie gebruiken, dus ik ga rare dingen tekenen. Ik begin van boven en ik ga zo'n lange worsthond tekenen, maar niet zo'n ene die heel lang is, maar eentje die recht staat. Goed? Klinkt raar, maar je gaat het wel zien dadelijk. Het wordt wel leuk. Ik begin hier van boven. Ik teken een lijntje. En dat lijkt wel zo'n bergje of een soort van glijbaan. Zo. En op het einde van die glijbaan teken ik een zwart stipje. En kleuren dat bijna helemaal vol. Niet helemaal, maar dan lijkt het alsof dat een beetje glanst. En dat is dan de neus. En onderaan die neus teken ik een lijn naar beneden. En dan stop ik. En hier teken ik een mond. Zo. En onderaan die mond gaat die lijn weer verder. En opeens, als die helemaal onder het hoofd staat, gaat die naar beneden. En dan stop ik. En dan ga ik terug naar het bovenste stukje van het hoofd. En dat maak ik wat langer. Stop ik weer. En hier komt een oor. Kijk, zo'n lange flapoor. Ik ga die ook zo voor een stukje zwart kleuren. Dan lijkt het ook net alsof die nat is of zo. Of als dat een beetje blinkt. Misschien zo hele glanzende haren. En nu ga ik dat 3D-effect gebruiken. Weet je, ik heb jullie dat daar straks getoond, hoe dat je kan laten lijken alsof je tekening 3D is. Kijk, ik teken hier nog een ander oor achter. Zo. Voilà. En onder dat eerste oor gaat het hoofd verder. Dat hoofd, die lijn, die teken ik terug en die gaat naar de nek. Zo. En hier stop ik weer. En hier teken ik een rechthoekje. En dat rechthoekje, dat wordt de halsband van de hond. Maar nu heb ik nog een oog nodig. Weet je nog hoe dat we een oog tekenen? Heel gemakkelijk, een cirkel. Maar dat oog dat moet groot genoeg zijn, zodat dat figuurtje heel schattig is. Zo. En als je geen schattige figuur wil tekenen, dan teken je het oog bijvoorbeeld wat kleiner. En dan maak je er een boos oog van of zo. Je mag zelf kiezen. Hè. Ik ga daar een stipje in tekenen. Dat stipje teken ik zo... zodat het lijkt alsof die hond naar mij kijkt. Ik weet dat een hond geen wenkbrauwen heeft, maar ik teken ze toch. Hè? En nu teken ik het lange lijf van die hond.
En dat lange lijf, dat gaat zo, kijk, helemaal naar beneden. Maar ik ga dat echt lang maken, hè. En dan buigt dat. En ik ga dat zo tekenen dat het poepje een beetje naar achter steekt. Nu, waarom teken ik dat zo? Wel, dat is eigenlijk heel leuk als je dat poepje zo een beetje naar achter tekent. Het klinkt heel raar, hè? Maar dan kan je zo het staartje daar zo mooi op zetten van boven. En dan kan je van onder zo twee pootjes tekenen die zo, ja, dan lijkt het meer alsof die recht staat. Maar ik ga eerst het staartje tekenen. Dat is eigenlijk gewoon een lijntje bovenop de billen. Zo. En nu ga ik, ja, ik ga even vals spelen. Ik ga hier een stukje weggommen. En hier ga ik een stukje weggommen. Daar komen poten. Ja, één poot zit achteraan, dus die steekt niet zo recht in dat lichaam. Maar ik ga hier beneden een poot tekenen. Dat is gewoon een lijntje. En dat lijkt zo een beetje op een sokje. Zie je? En hier ga ik ook een lijntje tekenen. Dat gaat ook naar beneden. Zo. Met een streepje. Zo. En dan heb je een pootje van het hondje getekend. En dan ga ik één pootje hier van achter tekenen. Dat ziet er een beetje raar uit nu. Maar dat is een poot die zo naar achter steekt. En dan lijkt het net alsof die aan het dansen of aan het stappen is, hè? Zie zo. En nu nog twee poten, die staan van boven, maar daar ga ik geen echte poten van maken. Daar ga ik meer handen van maken. Kijk, dat is een streepje met, eens even tellen, ik denk vier worstjes aan, zo. Zo. En aan de andere kant net hetzelfde. Eigenlijk kan ik dat hier zo tekenen. En dan krijg je weer zo een heel gemakkelijk 3D-effect. Waardoor dat het lijkt alsof die andere arm achter het lijfje zit. Zo, kijk. En nu komt het leukste, hè? Weet je nog? Dat trucje. Stipjes en streepjes. Ik ga eerst hier wangen tekenen. Dan kan ik hier nog wat sproetjes op de wangen tekenen. Misschien ook nog wat sproetjes op de snuit. En misschien nog wat snorhaartjes. Zo. Misschien nog een paar haartjes bovenop de kop. Oh, ik kan ook een petje tekenen. Kijk. Nu heeft hij een pet op. Zo. En dan hier streepjes waar dat de ellebogen zouden kunnen zitten. En hier streepjes waar dat de knieën zouden kunnen zitten. En dan kan ik hier nog wat steentjes tekenen, zo. Zodat het meer lijkt alsof die hier echt staat. Alsof die hier echt op de grond staat. En dan nog wat bewegingsstreepjes aan de voeten. En natuurlijk aan het staartje van het kwispelen. Zo. En die handen die bewegen ook natuurlijk, hè. Dus daar ga ik ook wat streepjes bij trekken. En die oren ook. Zo. En nu ga ik hier nog wat streepjes aan het lijf. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik weet niet hoe groot dat jullie mijn tekening zien. Maar hier zo van achter aan het lijf teken ik ook hier en daar wat streepjes. Dat hoeft eigenlijk niet. Oh, misschien is het ook wel een hond met vlekken. Dus dan ga ik hier zo wat vlekjes tekenen. Dat maakt hem ook wel leuk. En misschien nog wat vlekjes hier achter aan de billen. Kijk eens aan, zeg. Een hond met vlekjes. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen volgen. Ik hoop dat je de tekening ook leuk vindt. Als je niet hebt kunnen volgen, ja, je kan de video nog eens herbekijken natuurlijk, hè. En ik ga de tekeningen natuurlijk ook naar juf Ann sturen. Ik ga eens even kijken hoe laat het is. Oh, we hebben nog tijd voor één tekeningetje. Ik ga er eentje uitkiezen. Een eenhoorn. Ja, dan heb je eigenlijk twee tekeningen in één. Ja, ik ga een paard tekenen en dan ga ik daar achteraf een eenhoorn van maken. En zo kan je een paard en een eenhoorn tekenen. Dat paard dat ga ik dan tekenen alsof het aan springen is. Dan kan ik daar straks een vliegende eenhoorn van maken. En ik begin redelijk bovenaan mijn blad met. Ze hebben allemaal fijn meegedaan. Oh, super. Dat vind ik leuk. Ja, ik begin met het oor van het paard. Dat is gewoon een driehoekje met een streepje erin. En aan de voorkant van dat oor teken ik een lijn die naar beneden gaat. En dan gaat het opeens heel fel naar beneden. En dan draait het een beetje terug. En hier komt de mond. Zo. En onderaan die mond
teken ik een klein lijntje en dan gaat die lijn terug naar boven. Maar niet helemaal, want nu ga ik naar beneden. Zo, redelijk ver. Dat wordt de hals van het paard. En dan stop ik weer, want hier komen dadelijk poten. En nu begin ik weer terug bovenaan het oor. En trek ik ook weer een lijn naar beneden. Niet helemaal, want je moet het lijf van het paard er ook nog bij tekenen. Ik ga eens even kijken wat de juf heeft geschreven. We zien alles heel duidelijk op het digibord. Ja, dat is ideaal. Heel goed. Oké, achteraan de nek gaat de lijn weer terug omhoog. Ja, onthoud goed, ik had gezegd dat ik het paard zo ging tekenen alsof het lijkt alsof die springt. Dus die gaat zo een beetje naar boven. En dit zijn de billen van het paard. Ja, zie je? Het lijkt wel een hobbelpaard, hè? Oké, en nu de poten. Die poten, of ja, de benen van het paard, die kan je zo heel ingewikkeld gaan tekenen met de knieën en allerlei scharnieren en toestanden eraan. Ik ga dat heel eenvoudig tekenen, kijk. Het eerste been zie je van voor. Dus dat steekt ook een klein beetje in het lichaam. Ik ga een stukje wegkomen, want ik ga wat kortere pootjes tekenen. Dat vind ik wat schattiger. Dan een lijntje naar beneden en dan gaat die poot weer terug naar hier. Hier stop ik, dan ga ik dadelijk mee verder. Maar er zit ook nog een poot achterin. Kijk, daar kan je een stukje van tekenen, zo. En dan krijg je weer zo het gevoel alsof je een 3D-tekening aan het maken bent. Ik ga hier van voor een lijntje tekenen, hier ook een lijntje. Dat zijn de hoeven van het paard. En nu ga ik aan het eerste been wat ik getekend heb, dat ga ik verder tekenen. Een klein stukje tot ongeveer in de helft van het lijf. En dan stop ik. En dan begin ik terug in het lijf. En dan ga ik zo verder naar achter. En hier maak ik ook meteen weer een poot van. Of een been. Oh, ik vergis me iedere keer. Een been. Kijk. Zo. En daar steekt natuurlijk nog een been achterin. Zo. Twee streepjes voor de hoeven. En zo is het springende paard al klaar. Wat hebben we nog nodig? Een neusgat. Het andere neusgat, ja, dat kan je niet 3D tekenen. Dat zit gewoon aan de andere kant. Dat zie je niet. Het oog ga ik ook tekenen. Ik ga dat natuurlijk weer heel groot maken. Niet te groot, want dan lijkt het wel een alien. Met het stipje, zodat het lijkt alsof het paard naar mij kijkt. En wenkbrauwen. Ik weet het, een paard heeft geen wenkbrauwen, maar ik ga het er toch bij tekenen. Een paard heeft ook een schierlijke staart. En die staart die mag je best een beetje overdrijven, want het wordt straks een eenhoorn. Zo, een heel sierlijke staart. En dan de manen van het paard, dat zijn zo de haren boven tussen zijn oren. Dat teken ik alsof het een kuif is. En dan gaan die haren achter de oren verder. En dan krijg je hier een omgekeerde kuif van achter. Zo, kijk eens. Ons paard is af. Maar natuurlijk gaan we er nog wat stipjes en streepjes bij tekenen. Hè. Ik ga hier nog wangen tekenen. Met sproetjes. Zo. Misschien nog een lijntje onder de ogen. Ja, zo lijkt het paard een beetje moe. Streepjes waar dat de knieën zouden kunnen zijn. Zo. En hier ook wat streepjes aan de staart. Dat zijn de haren. En dan hier ook aan de manen. Daar kan je ook zo wat streepjes trekken. Hè. Kijk eens. Oh, en daar zit nog een oor achterin. Kijk, kan je zo het topje van het andere oor erachterin tekenen. Dan lijkt het weer 3D. En natuurlijk, ja, ik ga even... dus ons paard is eigenlijk klaar zo. Hè. Je kan hier nog wat stipjes tekenen en wat bewegingsstreepjes. Zo. Hier ook. En dan de staart ook. En dan is het paard klaar. Nu ga ik een klein beetje vals spelen om er een eenhoorn van te maken. Ik ga hier een stukje weggommen. En nu ga ik hier vleugels tekenen. Die vleugels beginnen op de rug van het paard. Dat is één grote lange lijn die naar boven gaat. Met een lange vinger. En nog een lange vinger. En als je zo heel veel lange vingers tekent, die telkens een klein beetje kleiner worden, dan lijkt het alsof dat een vleugel is. En dan terug een lijn naar beneden.
En hier zit natuurlijk nog een vleugel achterin, dus teken daar een stukje van. Zo, kijk eens aan. Ja, ik kan hier ook nog een lijntje trekken tussen de vleugels. Ziezo. En dan nu het belangrijkste van een eenhoorn, hè. Ik vind een eenhoorn zonder hartjes op de billen, dat is geen eenhoorn. Dus ik ga hier hartjes tekenen. Kijk eens hier. Hartjes op de billen van de eenhoorn. Dan is het geen echte eenhoorn, hè. Dus onthoud dat goed. Als je een eenhoorn tekent, altijd hartjes op de billen, hè. En natuurlijk ook een hoorn op zijn neus. En als je die tekening dan nog wat grappiger wil maken, dan kan je van, dat, van die hoorn kan je zo precies een ijshoorntje tekenen wat daar bovenop gesplet is. Hè? Ja, ziezo. En onze tekening is klaar. Van het paard en eenhoorn. Dus een twee tekeningen in één. Goed. Ik ga deze tekeningen allemaal naar de juf sturen. Maar ik heb ook nog een paar cadeautjes bij. Dan moeten we wel een paar praktische zaken afspreken, juf Anne. Maar dat gaan we dadelijk doen. Hè. Ik ga dus eerst tonen wat ik voor jullie heb. Ik heb voor jullie allemaal een sticker. Oeh, wacht, zo kan je het niet goed zien. Ik ga het zo tonen. Een sticker met het vosje uit het boek Boze Juffen, Blije Juffen. En als je goed kijkt, dan zie je er mijn website ook op staan. Ik weet niet of je... even scherp stellen. Ja, zie je? Mijn website staat erop. En op die website kan je het liedje wat we daar straks gezongen hebben nog eens terug opnieuw beluisteren. En daar staat ook een link naar mijn YouTube-kanaal. Daar staan ook nog een paar tekenlessen op en zo. En dan kan je nog een paar andere tekenlessen volgen. Die stickertjes die ga ik naar de juf sturen. Juf, we gaan dadelijk even een aantal afspraken maken hoe dat ik dat tot bij jullie kan krijgen. Ik heb ook nog een kleine verrassing voor de juf. Kijk juf, jij krijgt van mij een tekening. Even scherp stellen. Van een ezel die graag een eenhoorn zou willen zijn. Ja, en die heeft een ijshoorntje bovenop zijn neus gesplet. En heeft natuurlijk hartjes op zijn billen geschilderd. Dat hebben de vogeltjes gedaan. En die vogeltjes duwen hem in de lucht, zodat hij kan gaan vliegen. Maar juf, eigenlijk is dit reclame. Ja, dat had je wel gedacht, hè. Kijk, aan de achterkant staat een kortingscode. En met die kortingscode kan je op een webshop met 10% korting gesigneerde printenboeken kopen. En er staan ook nog andere leuke dingetjes op, gelijk wenskaarten. Ik heb ook nog mooie Valentijnskaartjes gemaakt en zo. Dus die kan je daar allemaal kopen. Je mag die code ook aan de andere juffen bezorgen. En dan kunnen zij daar ook boeken kopen met dezelfde code. Dat is geen enkel probleem. Oké, juf. Enkele praktische dingen voordat we gaan afsluiten. Stuur mij misschien heel eventjes het postadres van de school op. Dan kan ik die stickertjes naar jullie opsturen. Geef mij ook eventjes mee hoeveel stickers dat jullie juist nodig hebben, met hoeveel dat jullie in de klas zitten. Dan bezorg ik dat. En stuur mij ook heel eventjes jouw e-mailadres door, zodat ik de tekeningen naar jullie kan opsturen. En geef mij ook een seintje, juf. Als je geïnteresseerd bent om mijn nieuwsbrief te ontvangen, dan ontvang je nieuws als een nieuwsbrief zo 4 of 5 keer per jaar als er ergens een nieuw boek verschijnt of een nieuwe lezing is of er staan leuke nieuwe dingen op de webshop, dan blijf je een beetje op de hoogte. Je moet je niet verplicht voelen, het is geen enkel probleem en je kan je ook altijd terug uitschrijven als je er geen zin meer in hebt. Goed. Oké, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bekijk het filmpje straks nog eens rustig opnieuw en dan kan je lekker meetekenen. En ik hoop dat ik volgende keer bij jullie in de klas eens een keer mag komen tekenen. Goed, of dat jullie naar de bibliotheek kunnen komen, hè? Dat is wel goed. Oké, heel erg bedankt. Heel erg bedankt, juf Anne. En maak er nog een fijne dag van, een fijne week en een fijn schooljaar. Tot ziens. Dag jongens en meisjes. En dag juf Anne. Dag.